Morgen ook een mooie pot op het programma. Marokko tegen Canada. Yes. Afgelopen zondag was ook een mooie wedstrijd. Marokko-België. 2-0. Zorgde voor wat onrust hier en daar in de steden. Ja, wat is er aan de hand in dat Amsterdamse dat dat zo uit de hand loopt? Ja, een klein beetje Den Haag. Gekkigheid in Amsterdam. Je houdt gekkigheid. Het op. In Den Haag ging het redelijk goed. Brussel ging het nou, in Den Haag waren ook wat ongerichte. En ja. Nee, maar jij was wel streng, hè? Ik zag jou Den Haag, ja. Jij was echt wel, en dat vond ik eigenlijk heel goed van je. Nou, los daarvan. Ik vind het, kijk, bij alle ongeregeldheden, ik vind het gewoon, ik vind het zo knap waardeloos, weet je wel. Dan kijken, weet ik veel, een paar miljoen mensen kijken ernaar. 99,9% gedraagt zich en er zijn er een paar honderd die dan gaan rellen en die verpesten het dan. Ja. En dat is zonde ja. van het feest. En ja. Weet je, dit is natuurlijk ook niet nieuw in die zin dat dat rellen, ja, die, jammer genoeg horen die bij het voetballen. Of de Ajax nou een keer verliest, of dat in het buitenland Oranje supporters zich misdragen, of die van Feyenoord. Maar ook bij winst eigenlijk? Bij winst ook eigenlijk? Dat heb ik eigenlijk nog niet. Als een Ajax kampioen wordt, komt toch op, dan weet je wat er gebeurt in de binnenstad. Ja, 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 ja. Ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt, maar dan wil je er niet bij zijn. Ik bedoel, volgens mij is het toch om die reden ook geweest dat op een gegeven moment de burgemeester heeft gezegd, kampioenschappen gaan we niet meer vieren in het centrum, want dat doen we buitenstad. Want de mensen raken zo oververhit en blij, dat daar kennelijk ook dingen vernieuwd moeten worden. Maar toch, ik snap wel, Farid, dat ook... Hè, er zijn ook een aantal mensen vanuit de Marokkaanse gemeenschap die hebben gezegd van, ja, jeetje, waarom moet dit nou weer? Dan staan wij er weer zo lekker slecht op met z'n allen. Nou ja, kijk, dat is omdat ze weten dat hier altijd met twee maten wordt gemeten. Net, je geeft zelf aan, als Ajax een keer wint ook dan, en we weten, we gooien, weet ik veel, 10, 15, 20.000 mensen in de binnenstad, dat leidt tot ongeregeldheden, dat weten we. Dat is helemaal niet goed te controleren, ook niet door de politie. En dat leidt bijna tot charges met de ME. Ze weten gewoon dat er ook een aantal opiniemakers, een aantal politieke partijen dit gewoon weer misbruiken om die hele xenofobe agenda uit te rollen. Net zoals Geert Wilders, die heeft natuurlijk die doet het altijd als dat hier gebeurt. En die doet het altijd als er een keer iemand met een migrantenafkomst iets doet. Namelijk een keer iemand aanvalt of wat dan ook. Maar weet je, dit gebeurt zo vaak. Ik heb er net gezegd, het lijkt wel of voor het eerst zien dat er in Nederland rellen zijn. Hallo, zijn we vergeten wat op de Koolsingel gebeurde met Feyenoord? Was niet te handhaven. Op een gegeven moment moesten agenten voor hun leven vluchten in Hoek van Holland. Ja. We hebben dat meegemaakt hier. Ja, daar hoor je hem nooit over. En ik vind die misbruik, dat is wat mensen dus aanwijzen. Mensen zeggen, joh, doe het nou niet, want je krijgt even onevenredig veel aandacht. Ja, en het wordt afgerekend op je afkomst. Ja. Weet je, en het is gewoon niet zo, want in Marokko, daar zitten nog veel meer Marokkanen. Daar was het gewoon rustig. Ze hebben daar feest gevierd. Helemaal geen onrusten. Er waren geen onrusten. Nee. De bondscoach van Marokko die had ook nog even wat te zeggen. Want kijk, in Brussel liep het ook dusdanig uit de hand. Hè, daar, en behoorlijk, kunnen we wel zeggen. Ja. En de bondscoach voelde zich ook wel genoodzaakt om toch in het algemeen even iets te zeggen over alle rellen die hadden plaatsgevonden. You need to respect the country where you're born and when you live. But I think it's not Moroccan people. Moroccan people, you have more respect. And in your culture, you need to respect everybody. And you can be happy, you can do your party, but you need to respect everybody. And I don't like what's happened. And I hope after Canada, Moroccan people enjoy. But only to dance and to cry about your country. Ja. Maar is het, Farid, is het de echt hooliganisme, zeg je? Dus het is echt zijn hooligans? Of is het ook wel misschien dat er ergens wat verstopt... dat ze zich niet helemaal aangesloten voelen? Ik weet het echt niet, Rutger. Dat kan ik echt niet eerlijk zeggen. Achtergesteld voelen en daarom dit nu aan. Dat er bij een groep jongeren frustratie zit, dat kan best. Dat kan overigens ook gaan over omdat ze boos zijn op die overheid. Omdat ze wantrouwen hebben richting die overheid. Omdat ze nog... dat kan zijn dat mensen afgeven op corona. Dat kan zijn omdat ze slachtoffer zijn van die toeslagenmisdaad. Maar heb je geen idee van? Nee, maar het kan echt van alles zijn. Want het is ook niet zo dat dit nou misschien allemaal voetbalsupporters zijn. Kijk, wat we wel weten is dat als jonge mensen bij elkaar komen in grote getalen en je krijgt op een gegeven moment dat straatcultuurgedrag, ja, dat gebeurt. En dat is een mix van allerlei verschillende mensen met alle afkomst. Kijk, wat hij zegt is natuurlijk ook interessant. Hij zegt de plek waar je geboren bent. Ja. Dus je ziet eigenlijk, als je het zou willen koppelen, wat sommige mensen doen aan afkomst, ja, is natuurlijk heel raar dat in Marokko dat niet gebeurt. Daar kunnen ze zich beheersen. En dan zou het eigenlijk meer een groot stedelijk probleem zijn. Waar mensen kennelijk misschien gefrustreerd zijn. Of denken, joh, ik ga lekker rellen. Of ik weet ik veel. Dus dit wordt aangrepen. Voel jij je geroepen om te praten met dit soort luiden? Nee, natuurlijk niet. Maar net zoals dat ik jou als Hagenaar niet ga bellen als we ADO-supporters daar de tent afbreken. Nee, maar ik denk dat als niet. Het bij Ajaxide gebeurt, waar die de tent afbreken, de stad afbreken, dat het vanuit Ajax heel goed is dat er gesproken wordt met die gasten. Ook van, wat is dit nou en waarom niet? Zou jij misschien ook wel een sleutelrol in kunnen spelen?
Nee, maar dat is echt... Ik heb dat al vanaf 2008 voer ik deze discussie. En dat is een hele rare link die je maakt. Omdat ik namelijk het enige wat ik gemeen heb... is de veronderstelling dat jij denkt dat dit met name mensen zijn... van de Marokkaanse komaf. Ik ben 42 jaar geleden naartoe verhuisd. Ik heb allerlei rollen in die samenleving. Ik maak me druk om die samenleving. Ik maak me niet druk als zij dit alleen doen. Ik maak me druk als de rellen zijn. Het kan me helemaal niet schelen wie dat dan zijn. Ik maak me ook druk in de straat waar ik woon. Ik maak me druk om mijn buurman. Maar het rare is, ik heb een discussie gehad met die jongens van de Core Podcast. Die spraken mij er ook op aan. En die jongens van de Core Podcast zijn een aantal voetballers, vriends van Sparta. Dus ik was daar. En toen zeiden ze, ja, weet je wat wij dan doen? Als er dan gedoe is met een Marokkaans-Nederlandse speler... dan vragen we dat aan onze aanvoerder Ouassar. Want dat is een Marokkaans... Toen zei ik, waarom eigenlijk? Waarom kun jij dat niet doen? Jij bent ook een voorbeeld voor die persoon. Waarom kun jij nou niet gewoon als vriend zeggen... joh, hé, ik spreek jou erop aan... en misschien is het belang dat jij je zo gedraagt... Ja, je snapt toch ook wel dat jij een andere... Maar de veronderstelling... De veronderstelling is dat hij dat wel een eye-opener vond. Dat hij er later op terugkwam en zei... ja, waarom doen we dat automatisch? Waarom zo opdelen? Waarom kun jij het niet zeggen? Ik zeg het dus ook. Alleen ik denk dat het minder effect heeft... dan op het moment dat jij daar voor die groep staat. Ja, en dan, dat weet ik en niet. Waarom zou je dat nou... Het heeft niet eens te maken met de link die er gelegd wordt of wat ook. Waar je iets zou kunnen doen, zou je iets kunnen doen. En als jij een voorbeeldfunctie voor die gasten bent... of jij kunt indruk op ze maken... of jij kunt ze andere inzichten geven... dan zou je dat toch niet moeten nalaten? Nou, ik heb het ook gedaan. Ik heb het gedaan als bezorgde burger. Ik vind het gewoon verschrikkelijk. Ik vind het jammer, want er zijn een heleboel mensen nogmaals... je ziet een paar honderd, misschien 1000, 1500 mensen gaan rellen... en het loopt met name in Amsterdam uit de hand. Op andere plekken niet. Vind ik gewoon stom. Ik gewoon dom. En is dan ook meteen jouw angst erbij dat je denkt... daar wordt de hele Marokkaanse gemeenschap afgereden? Dat zagen we toch. Ja. Dat is toch het enige, dat zien we al 15 jaar. Dat is het verdienmodel van de PVV. Dat zien we bij een aantal... onderzoek heeft aangetoond dat zodra een Marokkaans Nederlander... bij zoiets betrokken is, dan genereert het 20 keer meer aandacht. Het gevolg is dat we dan een soort overdreven beeld hebben... en we linken dit soort dingen dan altijd aan die groep. Maar hoe gaan we dan voorkomen? Hoe voorkomen we dat dit weer gebeurt? Dat die vlam dusdanig in de pan slaat morgen bij zo'n wedstrijd. Kijk, Femke Halsema heeft nu het gebied in Amsterdam, een aantal gebieden in Amsterdam gezegd, veiligheidsrisico. Kan de politie eerder ingrijpen om het in de kiem te smoren? Ik denk dat de politie echt wel overvallen was. Hè. Dus de veiligheidspositie waren ze enorm overvallen. In Den Haag hadden ze het veel beter op orde. Dus dat bleef beperkt tot wat opstootjes, maar dat bleef nog redelijk beperkt. En dat was oké. Ja. Dat was redelijk oké. Dus ik denk, goede voorbereiding. Ik denk dat het belangrijk is dat een heleboel mensen die ook gekeken hebben... die gezegd hebben van, ja, maar wacht eens even, dit gebeurt mij niet... is dat ze dan toch de verantwoordelijkheid nemen voor waar het kan. Ja. Hun kinderen. Hè, maar dat dit af en toe gebeurt... ja, dat helaas hoort dat een beetje bij het voetbal. Ja. En we moeten dat wel zien te voorkomen. Dus ik zal daar mijn best voor doen. Maar de veronderstelling dat dat iets met afkomst te maken heeft... Maar ik zou wel doodziek zijn. Ik zou die relschoppers ook aanrekenen... dat je de PVV weer zo'n stok geeft om mee te slaan. Het is echt een schot voor open doel. Dat is een schot voor open doel. Ja. Maar dat is het, dat zeg ik ook. En dat is dus ook de reden waarom mensen ervoor waarschuwen. Want dat het zich voordoet, dat weten we. Maar je weet dat er misbruik van wordt gemaakt al 15 jaar. Ja, en dan is het wel zo, dat is heel erg onterecht. Wat betekent als ik de volgende dag ga solliciteren bij een werkgever... en ik hoor de hele dag die Marokkanen hebben gereld... neem ik hem niet aan. Maar dat is wat werkgevers zeggen. Het punt wat ik maak, dat je intern daar misschien... ja, intern zeg ik, maar dus de mensen die diezelfde achtergrond hebben... daar wat strenger op zouden kunnen zijn, naar die hooligans toe. Nou ja, ik heb ook mijn collega-Kamerlid Steven van Baarle gevraagd... of die zich ook wil uitspreken. Ja. Dus dat is goed dat wij dat binnen de partij ook Farid, waar jij heel erg voor inzet en ook druk om maakt...